start. Tony Pino achter de camera. We zijn weer bezig met een nachtvideo aan het maken. We fietsen hier ergens in the middle of nowhere. Geen idee waar we zijn. Maar kijk eens wat we gevonden hebben. Wow. Dit ziet er apart uit. Kijk dan. Een brug. Kijk dan, het is klokslag 12 uur in de nacht en wij zijn hier gewoon aan het fietsen. Kijk dan, we zitten op de fiets. Je kan het alleen niet zien. Kijk, wow, vet. Hallo? Wow, kijk dan die kop. Hallo? Wow, wat is... Wacht, er staat hier wat. Oké. Wow, waar slaat dat op? Wow, moet je horen. Vet, man. Wow, het is 1:12. Wow, gaaf, jongen. Het is 1:12 in de nacht en we komen gewoon ergens bij een tunnel aan. En er is gewoon totaal helemaal niemand. Kijk dan. Moet je die kop zien? Kijk dan. Wow, ik hoorde wat. Kijk dan, de alien. Oh, wat staat erop? 2002 staat erop. Of niet? Wat staat daar? Wow. Teken van de spoorwegen. Kijk eens. Wow. Kijken op mijn GPS. Wow, dat meen je niet. Het is nog 31 kilometer tot huis. Wow, we moeten nou nog 31 kilometer fietsen. Oh, ben ik even blij dat ik geen lekker band heb, jong. Wow, maar 31 kilometer nog. Shit. Wow, ik baal hiervan. Kijk, jongens. Kijk dan die maan. Wow, dit is gewoon één dag of één nacht na de bloedmaan. Zijn we gewoon hier. Dit is echt gaaf. Wow. Oh, the day after. Wow, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, heel simpel. Omdat mijn video op YouTube, die is in één dag tijd... is die meer als 100 keer bekeken. Die van de bloedmaan. Dus daarom zijn we nou hier. Want we wouden even iets heel speciaals gaan doen. Nou, dit is het dus het stelt eigenlijk niks voor. Maar goed. Oh, we zijn gewoon in de nacht aan het fietsen. Ah, 30, ja? Ja, 30 kilometer nog moet ik nou. Oh, shit, dat meen je niet. We moeten die kant heen. Shit. Alleen mijn camera, die wordt steeds onscherp. Daar baal ik van. Kijk dan, heb je de maan. Ik heb een statief bij me. En ik ga zo dadelijk even kijken of ik ergens een statief neer kan zetten. Wacht even. Kijk dan, hoe dat hier heet.